Ik ben Monique, coördinator van dierenopvangcentrum Spijkenisse. En we maken hier elke week het item van Dier van de Week. We hebben hier gemiddeld een hond of 20 en ongeveer 40 katten zitten. Waardoor er altijd keuze is om er eentje Dier van de Week te maken. Dit is Koert, grote grapjas van dik 56 kilo nu. Hij moet nog een klein beetje aankomen. Maar hij was, toen hij binnenkwam bij ons was hij nog geen 40 kilo. Dus hij is lekker bijgekomen. Hij is ook in karakter bijgekomen. Het is echt een hele leuke hond. met praatjes. En ja, momenteel doet hij jammer genoeg wel een enorme jas uit. Maar nou ja, dat zal ook wel weer goed komen. Het is natuurlijk een Turkse herder. Turkse herders zijn waakhonden. Eigenlijk erf- en bewakingshonden. Dus we zoeken voor Koert een huis waar hij mag doen waar hij voor gefokt is. Koert is een Turkse herder. En mensen die weten waar het ras voor gefokt is, die zoeken we. Koert is natuurlijk een erf- en bewakingshond. En die zal het niet zo fijn doen op een flatje. Die zal het niet echt naar zijn zin hebben als hij twee keer per dag een rondje om het flat moet. Dus hij heeft echt wel heel veel nodig. We zoeken voor Koert iemand met ruimte, met kennis en ervaring van het ras. En die ook snappen dat Koert niet bij andere honden kan. Want dat accepteert hij echt niet. Dus heb jij nou een beetje ruimte voor zo'n kleine pony? Heb jij nou wel zin in een beetje lol in het leven. En wil je hier nog even een paar kilo op voeren, dan is Koert de hond voor jou. Deze jongen is nu 5 jaar en 8 maanden. Hij gaat dus nog wel even mee. Het is echt minstens nog wel 5 jaar plezier hebben met Koert. Kom hem halen.